verkleedkist. Piepend ging het zolderluik open. Vier ogen kijken door het zwarte trapgat omhoog. Tjee, wat is het donker, Klaas, zei Pedro. Kleine Klaas duwde het luik verder open en stapte de zolder op. De vloer kraakte onder zijn voeten. Hij stak een lampje aan en de zolder schoot vol met schaduwen. Er stonden oude kasten, rieten manden, stapels met boeken en een oude scheepskist. Gaaf, man, zei Pedro. En hij trok een gekke bek in een oude stoffige spiegel. Moet je hier eens kijken, zei kleine Klaas. En hij wees op een groot schilderij. Op het schilderij stonden twee mannen, een dunne en een dikke. De dunne zat op een mager paard en had een harnas aan. De dikke zat op een ezel en had een pofbroek aan. Op zijn hoofd stond een baret met een lange pauwenveer. Wie zijn dat, Klaas? Vroeg Pedro nieuwsgierig. Zei kleine Klaas peinzend. Ik denk een ridder en zijn hulpje. Hé, hey, kijk eens, riep Pedro. Pedro had op zijn hoofd een baret met pauwenveer. En hij had net zo'n pofbroekje aan als het dikke mannetje op het schilderij. Waar haal je die nou vandaan? Zei kleine Klaas. Hier, zei Pedro. En hij nam een duik in een oude scheepskist. Hij gooide de verkleedkleren naar kleine Klaas. Hier, trek ook wat aan, riep Pedro. Ligt het harnas van de ridder niet in de kist? Vroeg kleine Klaas. Nee, zei Pedro. Ik zie niks. Hé, jammer, zei kleine Klaas teleurgesteld. Ach, wat maakt dat nou uit? Zei Pedro lachend. Kijk hier, deze mantel is van de rode ridder geweest. Pedro gaf kleine Klaas een rode mantel. Hij was ontzettend dapper, zei Pedro. En deze witte handschoenen, die horen er ook bij. Kleine Klaas knoopte blij de mantel om zijn nek en trok de veel te grote handschoenen aan. Prachtig, zei Pedro goedkeurend. Nu hebben we nog wat nodig voor op je hoofd. Hij dook de kist weer in en kwam naar boven met een soort rode puntmuts. Kniel maar, rode ridder, dan kroon ik je tot de dapperste ridder van heel Spanje. Kleine Klaas knielde voor de scheepskist en Pedro schoof de rode hoed op zijn hoofd. Ziezo, zei Pedro. Sta maar op, rode ridder. De mijter stond een beetje scheef op kleine Klaas zijn hoofd en bleef net hangen op zijn oren. Verdedig jezelf, stoute ridder, schreeuwde Pedro plotseling. Pedro had een bezem in zijn hand en prikte er Klaas mee in zijn buik. Valserik, schreeuwde kleine Klaas en hij pakte vliegensvlug een koperen staf uit de hoek van de zolder. Pedro verstopte zich vlug achter een rieten mand. Bangerik, riep de rode ridder uit. Kom tevoorschijn! Op dat moment zakte de zware hoed over de oren van kleine Klaas heen. Hij zag niets meer. Hier had Pedro op gewacht en hij sprong achter de mand vandaan. Vlug trok hij nu een stoffige zak over de arme kleine Klaas heen. Zo, nu heb ik je te pakken. Ik neem je mooi mee naar mijn kasteel. Ik heb namelijk gehoord dat je erg stout bent geweest. Kleine Klaas vond het helemaal niet leuk in de oude stoffige aardappelzak. Hij gaf Pedro een harde duw. Pedro viel achterover in de scheepskist en met een harde klap viel het deksel dicht. Kleine Klaas trok de zak van zijn hoofd. Toen hij zag wat hij gedaan had, moest hij hard lachen. Zo, pestkop, wie wilde je nou meenemen naar je kasteel? Zei kleine Klaas giechelend. Laat maar uit, klonk het uit de kist. Als je me belooft dat ik niet in de zak mee moet naar je kasteel, zei kleine Klaas dapper. Het was maar een grapje hoor. Jij bent toch mijn allerbeste vriend? Ja, dat is waar, zei kleine Klaas en hij trok de deksel omhoog. Pedro knipperde met zijn ogen en kroop lachend uit de kist. Jongens, limonade en vers gebakken speculaas, riep oma vanuit de keuken. Komen jullie? De rode ridder en zijn hulpje denderden de trap af. Ze hadden best wel trek. Oma moest erg lachen toen ze de tweede keuken binnen zag rennen. Aan de keukentafel vertelde zij het verhaal van de ridder en zijn hulpje op het schilderij. De dunne ridder was Don Quixote, de dapperste ridder van heel Spanje. En het dikke mannetje, dat was mijn vader. Dus dat was jouw overgrootvader. Hij was de schildknaap van Don Quixote. Een hulpje dat op al zijn reizen meeging. Maar dat was heel erg lang geleden hoor, zei oma. En de rode ridder, oma, heeft die ook echt bestaan? Vroeg kleine Klaas. Nee, zei ze lachend. De cape en die rode mijter die zijn van de broer van je vader. Hij was vroeger bisschop. Hij was erg lief en hij hielp vaak de arme mensen. Wat is een bisschop? Vroeg Pedro met zijn mond vol speculaas.
Een bisschop is een soort directeur van een kerk, zei oma. Ik zou later ook wel bisschop willen worden, zei kleine Klaas. Dan ga ik je helpen, zei Pedro opgewonden. Dat is veel werk hoor, arme mensen helpen en zo. Nou, dan kan je best wel iemand gebruiken, kleine Klaas, zei oma lachend. Wie wil er nog limonade? Ik, riep Pedro. En ik ook, riep kleine Klaas. Oma schonk hun glazen vol, want van al die avonturen hadden de Rode Ridder en zijn hulpje erg veel dorst gekregen. Kleine Klaas, kleine baas, met later.